Yo guys, welkom bij een gloednieuwe YouTube video, is je boy Daddy Smalls. Het is echt lang geleden dat ik nog een YouTube video heb gedropt, dus het wordt eigenlijk wel stilaan tijd dat ik terug consistent ervoor ga. Ik heb gehoord dat december echt die maand is voor alle YouTubers, so, ik ga gewoon even hard grinden en proberen om dagelijks iets te droppen. Maar ik weet nu al dat dat niet gaat lukken, dat is zo goed als onmogelijk voor mij. Maar anyways, ik ben even ziek geweest, ik heb ook wel al, ik denk, 12 dagen niet meer gedropt, 13. Ik weet zelf niet, man. Ik heb gewoon al even niet meer gedropt. Ik voel me ook niet echt zo goed. Maar ik ben er weer. In levende leven. Ik heb geen corona, by the way. Thanks for asking. En shout out aan alle supporters die mij volgen op YouTube. Vandaag is het een reactievideo op Jack. Zijn studio sessie. Ik heb Jack één keer gehoord. En dat was op Paperzine. Toen dat ik een reactievideo had gemaakt op Paperzine. En ja, ik vond zijn verse echt wel nog goed, dus maar laten we hopen dat hij hier gaat killen. Ik heb ook gezien dat Rotjoch bijna aan de 1 miljoen zit. Hij zit nu aan 999k. Dus ik weet niet wat hij gaat doen bij de 1 miljoen abonnees, maar we zullen zien. Killen. Wat hoor ik? Je bent nog steeds niet geabonneerd. Nu voel ik het persoonlijk gewoon. Wacht even. Kom hoor. Kom. Wat heb ik je gezegd? Wat heb ik je gezegd? Ik wil die miljoen dit jaar, man. Laat me volgende keer, ik maak een grap, hè. You good? Bent je oké? Check dat je kijkt naar 101 Bars, rot je op je beeldscherm. Studio sessie. Het is weer zover. Het is weer zover. We hebben Jack in de building. Trap Jack. We gaan het ding doen. Ah nee, het is die Trap Jack. Hey. Oké, we're locked in. Zij weet dat ik beat sell, maar toen niet bij Borussia. Als je dat samen zo op die flanken voor die money pa. Zeg die mannen, ben de volgende net. Oei ja! Eerste line, man. Zij weet dat ik beat sell, maar speel niet bij Borussia. Nee, dat is een bar, man. Axel Witsel speelt bij Borussia Dortmund, voor de mensen die het niet weten. Wauw, dat was crazy, man. Dat was crazy. Even opnieuw. Crazy, man. Check dat je kijkt naar 101 Bars, Rutger op je beeldscherm. Studio sessie. Het is weer zover. Ik ben met Jack in the building. Trap. En we gaan het ding doen. Zij weet dat ik beat sell, maar speel niet bij Borussia. Als je dat zang zo op die flanken voor die money pak. Zeg die mannen, ben de volgende net Cirk C. Altijd in het veld, ik heb nooit gewerkt bij Dirk Neef of Albert Heijn. Ga ik uit in Düsseldorf, bestel ik weer een lange terugweg. Red Bull houdt mijn spits net kluiverd. Ik wil zwemmen in het geld, ik kom van rennen voor die stuivers. Als ging de zon met 30 graden hier, zo was het duister. Maar God, geen praat tegen mij, ik moet weer inzetten. In de Gucci store, ik ga mijn auto's voor mijn kind trekken. 24 deze maand, had er moeten investen. Of je die is heet, ik moet mijn gun op bij je ding leggen. Ik weet niet eens waar ik ga slapen, laat mijn bitches kijken. Of langs de studio en even snelle eetjes schrijven. Ik ga slapen bij je tante, laat je nichtje pijpen. Mijn jongen pakt het grote aan nu en doet minder. Mijn jongens weten, ik hou het hangen, geen honey. Wel mijn kappen komen kijken, ben het dummy. Heb een ding met een model, mijn koep is vies, anders ik kan niet. Mijn jongen begon met een paljon, bewaar de rust aan de bar. Ik voel me net als de jong. Yo, wat zijn al die referenties naar voetbal, man? Yo, I get it, respect. A lot of American artists doen dat ook, snap je? Like, NBA reference naar boven halen, praten over hoepen en shit, whatever, yada yada, all that. Maar, bro, hoeveel voetballers heeft er nu al opgenoemd? Hoeveel voetballers heeft Jack nu niet opgenoemd? Axel Witsel, Alexis Sanchez, Frenkie de Jong. Wie zat er nog bij? Ik heb Sancho gehoord. Like, relax, bro. Wilt jij voetballen worden? Moet je een contract aanbieden, bro? Like, I got you. Dog, I got you. Anyways, voor de rest, ja, het is... ik ben locked in, sowieso ben ik locked in. Maar ik hoop dat hij nog met iets nog wat harders gaat komen. De harde club en ze is kenkendom. Wij wil je niet klagen, gehad van deze
elkaar samen strijden die nooit op mij geswitcht is. Zoveel vragen in mijn hoofd, maar ik weet niet wat de mis is. Ik weet nog waar het allemaal begon. Jonge jongens met de dromen van Anton. Ik was in pijn in de loei op de grond. Ze zegt mij niet, je maakt schoon. Ik kijk stiekem naar de kans. In mijn zak heb ik een bom. Mijn regenjas die was van Nike, nu van Louis Vuitton. Zij zegt dat ik ben veranderd, maar schat, ik ben niet anders. Ik ben nog steeds dezelfde. Op zoek naar papa alsof ik dochter krijg. Ik denk hij wordt mij, maar denk ook ben doorgedraaid. Jij bent uit de mode, zijn op die hype. Als ik in billen ging, dan had ik al de top bereikt. Maar je mag het van me hebben, maar die fuck de shine. Ze haat op me, bellen nog steeds. Je kan me nog steeds bellen voor eens. Of voor twee snelle koppen kom ik langs op je face, Jackie. Oei, oei, oei. Hé, dat doet me denken aan Tiger Beat. Ik kijk naar Kees van de Spek, met de assie in mijn bek. Denk als deze man me klept, dan sla ik hem op zijn bek. En waar je zusje geeft me nek, zeg tegen haar, kom naar je zet. Stel je stance, lekker weer roem, maar ik heb... Relax, relax. Position the legs and that. Come on, bruv. Like I said, snap je? Ik vond het al goed, flows en all that. Maar er moet nog zoiets komen, snap je? En dit was hem. Jack! Ik kijk naar Kees van de Spek, met de assie in mijn bek. Denk als deze man me klept, dan sla ik hem op zijn bek. En waar je zusje geeft me nek, zeg tegen haar, voor bij AZ. Stel je stance, lekker Wayne Rooney, maar ik heb hella pek. Wayne Rooney. Dan praat hij net zoveel, terwijl ze geen fuck doen. Jackie boy, ik deed 100 shows zonder clubtunes. Rapper, hij rap Danos, maar is een beef, hij back niet. Ik rap niet over die Danos, maar niet schrikken als je het ziet. Ben de one als Eddie, in de thee als Henkie. Was met schat geen Chevy, met twee Jackie's en wat Henkie. Ik was super tech, die zit aan de club van de sex scene. Alleen bang voor de klopt. Spit dat! Rustig met die Kelly bitch, jij krijgt een bad trip. Ik ben bang dat mama juice op mijn nek zit. Want met mijn gezien met beter zeg niks. Heb respect voor vrouwen, maar ze zegt dat ze een slet is. Noem het die is goed, wil je hem testen, pak mijn 3 punt. Bro, daar ga ik iets over zeggen. True facts, man. Chicks zeggen altijd, ja, ik wil gerespecteerd worden en shit. Ik wil dat jongens ons behandelen zoals dat we moeten behandeld worden. Maar je vraagt er zelf, oh man. Als, één op één, als je 1-op-1 bent met een chick alleen in een kamer, bro. Wat dat die allemaal doet en zegt voor je, hè. Yo, trust me, I've been there, man. And I've done that, man. Ik zweer het, hè. Veel van deze chicks zijn echt leugenaars, man. En dan gaan ze all over Instagram en just social media in general alsof doen en victim card pakken en zeggen dat men trash zijn en dat ze allemaal dood moeten. En... ik snap het, man. Girls, ik snap het. Like, dat brengt een schaamte op als je je normen en waarden laat vallen voor een guy die niet eens van je houdt, man. I get it. Maar dan moet je niet daarna op social media gaan en alsof doen en zeggen van, oh my god, men are trash, ja, we moeten goed behandeld worden, bla bla bla. Come on, man. Jack achter de mic is Steph Curry bij een 3 punten. Liep ik vol, maar ik hoofd staak los. Mattie alsof we free runnen. Kraken dragen met mijn moenie, denken dat we free runnen. Ga zeggen dat je niet schudt, terwijl ze je niet schunnen. Ik druk zo even aan de VL. Ja, ik hou van Jack, ik hou echt van hem. Corona-tijd, geen shows, dan gaan we dealen toch. Die bitch met wie ik ben, ze heeft ze doel verkocht. Die white boy met zijn kap op kop, capuchon op. Ik wil niks van je aandacht weten, maar die nee, rock op. De helft van de jongens die ik meenam naar mijn eerste 101. Die zijn gevouwen, in de tussentijd heb ik geleerd dat je niemand kan vertrouwen. Op jezelf moet je bouwen, op jezelf moet je bouwen. Ik wil niet met je trouwen, nee, space met me. Laat me mijn anno op je race zetten. Uit aan de avond wil ik een slaan net als Mayweather. Zij weet wie ik ben, ze kan geen nee zeggen, Jackie. Boss! Get in the building. Boss! Wat we doen met 101 bars. Sowieso, big op airlines. Shout out naar Marta, dit is wat we doen, man. 101 bars. Easy. Oké. Ik ga deze 101 bar sessie van Jack een 8 op 10 geven. De lines waren er, de referenties naar voetbal en NBA. Ik heb Steph Curry zijn line ook gehoord. Was hard. Dus een 8 op 10. De beats die hij had zijn ook echt wel hard. Flow was er. Dus ja, Jack, bij deze. Je staat ook in mijn lijstje van
top 10 goede Nederlandstalige artiesten. Eusilvius staat sowieso op 1. Dan zet ik u. Ik ga nog niet zeggen waar ik u ga zetten. Maar ik ga zoveel mogelijk reageren op Nederlandstalige artiesten. Zodat ik dan een top 10 kan maken. Maar Eusilvius staat sowieso op 1. Dus vonden jullie deze video leuk? Dan like, deel en abonneer. En comment in de reactiesectie op wie dat ik in de volgende reactievideo op moet reageren. En dan zeg ik zoals altijd, goodbye my niggas!